Ja, dat is de vraag. Speelt Feyenoord-Middenvelder Tony Verlena nou aanstaande zonder de klassieke Ajax-Feyenoord... of speelt hij hem niet? Hij kwam in ieder geval ruim op tijd aan hier in Zeist... samen met de jurist van Feyenoord, Van Bentem Waarbij de aanklager overigens vooraf al... Laten weten de ten laste legging te verruimen. Het ging niet alleen om een vermeende elleboogstoot, destijds tegen Sparta, nee, ook mogelijk om het slaan van de tegenstander. En daar ben je dan weer, enkele dagen voor de klassieker, aanwezig bij een sessie van anderhalf uur. En Filena nam het woord. Ik maakte me breed, ik raakte uit balans. Het ging per ongeluk, het was geen elleboogstoot en ik heb hem absoluut niet geslagen. Daarna de getuige Makkeli. Scheidsrechter destijds. Alle mogelijke beelden werden nog eens vertoond. En Makkeli zei dat als hij het echt had waargenomen. Dan had hij Vilena geel gegeven voor een onbesuiste actie. Maar niet buitensporig van Vilena. Dus ik zou er geen rood voor hebben gegeven. Al dus En zo ging dat door in een zaaltje hier achter mij. Waarbij ook duidelijk werd dat de aanklager. Van de commissie van beroepen. behoorlijk veel dreigmails heeft ontvangen uit Rotterdam. Maar hij blijft erbij. Het was een bewuste actie van Filena. Het was een elleboogstoot. bewust risico. De eis. vier wedstrijden. En de verdediging. die kwam met heel veel argumenten. Het is onbesuist. wat Filena deed. maar niet meer dan dat. Eis de vrijspraak. of tenminste. een volwaardelijke straf. De uitspraak is morgen. schriftelijk. 10 uur.